coach, we staan voor een belangrijke wedstrijd morgen tegen Châtelet. Hoe is de training verlopen vandaag en deze week? Maar ik denk dat alles zeer goed is verlopen. We beseffen allemaal dat het inderdaad zeer belangrijk is vandaag. We hebben nog 5 wedstrijden te gaan. Wij moeten er daarvan 3 winnen, willen we de eindronde spelen. En de eerste vandaag tegen Châtelet-Farciennes is de eerste wedstrijd die we toch graag zouden willen winnen. Ja. We spelen een schitterend seizoen tot nu toe. We hebben een beetje een mindere periode met die 2-9. Heb je daar een analyse voor, dat we iets minder de laatste 3 matchen gescoord hebben? Maar nee, ik bedoel, elke ploeg komt wel eens een keer tegen dat je een keer niet altijd gaat winnen. Is dat dan direct een mindere periode? Ik vind van niet. Je moet altijd de wedstrijden ontleden. Ik denk dat we tegen Deinze en Aalst hebben alle 2 een punt genomen. Maar ik denk dat het gewoon door individuele flaters was dat we de 3 punten niet hebben gehaald. Dus ik vond ons 2 keer toen ook de betere partij. Alleen op Dessel, ja, dan was het een zeer gesloten wedstrijd. En dan weet je dat je, als je 2 topploegen hebt, dat dan 1 fase kan bepalend zijn. En dat was het geval op Dessel. Dessel heeft ook, ik denk nu 35 op 39 gehaald thuis. Dus ik denk niet dat het dan door een diepje is dat je daar kunt verliezen. Wat verwacht je van de wedstrijd morgen in Châtelet? 1 ding, dat is winnen. We moeten winnen. Dus de pronostiek mogen ze allemaal op winnend zetten. Maar iemand die de pronostiek wilt winnen, zou ik toch aanraden om Krokke winnend aan te geven. Ja. De selectie van zondag, kan je daar iets over zeggen? Je weet, ik kan zwijgen, dus dat wordt ook maar uitgezonden zondag. Heb je al iets over de opstelling van zondag? Ja, we zullen met 11-11 spelen. Ja. Maar welke 11 dat zijn, dat wil je nog niet zeggen? Nee, ik ga een vogelpik kopen, ik ga een paar pijltjes kopen en dan gaan we zien wat eruit komt. Maar ben je daar zelf nu al uit of moet je daar nog even over nadenken? Het gaat de vogelpik bepalen. Dank je wel, coach.